Leave the kids alone. Transsexual movement, I think a large part of it, is a deliberate attack on us. Als een blanke vent van 40 zich een Ghanees meisje van 12 voelt. Iedereen die 6 is en denkt dat hij een keer een prinses is op een dag, die kan zijn ballen eraf laten snijden. Volgens deze influencers is de genderbeweging doorgeschoten. And to be stupid enough to want to go and chop my genitalia off. Een drag queen werd er voorgelezen uit dit boekje. En is voorlezen door drag queens seksuele indoctrinatie. This is indoctrination, this is grooming. Het zijn denkbeelden die influencers en politici in de menno-sfeer continu verspreiden. Kinderen, die laat je toch niet op de basisschool dit soort gekkigheid in hun hoofd stoppen? Wij willen een verbod op transgender propaganda op scholen. Stop de seksualisering van onze kinderen. Dat is onze boodschap hier vandaag. Waarom verspreiden zij dit soort denkbeelden? Om je eigen lichaam te verminken. En wat zijn de gevolgen daarvan? Om het wat duidelijker te maken, de pedofiele vlag. Ik doe nu 8 jaar. Ja, 8 jaar. Ik ben op mijn 25ste begonnen, op mijn verjaardag. Ik was altijd al bezig met outfits en make-up. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ja, leuk, maar je kan hier ook gewoon je werk van maken. Nou, allereerst is het de manier waarop ik mezelf kan zijn. En daarnaast is het gewoon mijn baan. Venus is een bekende Nederlandse drag queen. Zodra Venus make-up opdoet, transformeert hen in iemand anders. Ik heet Mama Queen. En Mama Queen heb ik ontwikkeld eigenlijk omdat ik van kinds af aan al geobsedeerd was met zwanger zijn. En ik dacht, ik wil ook zwanger worden. En in drag heb je wel, zeg maar, dragmoeders. Dus dat zijn drag queens die andere drags helpen met hun drag character te ontwikkelen. En toen dacht ik, nou, dat is perfect. Ik identificeer me als non-binair, omdat dat mijn statement is naar de maatschappij. Wat is non-binair? Nou ja, ik geloof niet dat er meer dan 2 geslachten zijn. Dus jij bent iets wat volgens mij niet bestaat. I'm saying a man is a man, a woman is a woman. Er komt misschien een tijd dat je niet meer man en vrouw mag zeggen, omdat het in shit wordt, je weet toch? Iedereen kan waarnemen, er zijn penissen en poesjes. Volgens mij zijn er 2 geslachten, man en vrouw. Het feit dat ze dat zeggen, dat is kwetsend. Omdat ik denk, ja, er zijn mannen en er zijn vrouwen. En dat is, zeg maar, een biologisch feit. En dan heb je de hele gender experience. En dat heeft veel meer te maken met de sociale constructie die wij op die bestaande lijven stoppen, zeg maar. Ik ga even een stukje bij mijn ogen afplakken, zodat ik weet waar ik moet zijn. Dan kan ik het wat sneller doen. Dus ik plak het dan even hier. Maar soms plak ik het ook hier en dan trek ik zo mijn hele gezicht naar achter. Maar dat doe ik niet voor die kinderding, hoor. Dat is een beetje te veel. Maar als ik echt gewoon een keer een goede gig heb, dan doe ik dat wel, ja. Ik wilde altijd al weten hoe ik er, zeg maar, als vrouw uit zou zien. Ik was er altijd al nieuwsgierig naar. Jimmy, in de scene beter bekend als Hysa Jinx, is nu 11 jaar DJ en drag queen. Zijn werk als drag queen betekent veel voor hem. Vrijheid. Vrijheid om te kunnen zijn wie ik ben. En vrijheid om te laten zien dat je moet kunnen zijn wie je bent. En ik vind het ook gewoon leuk om outfits aan te trekken. Vroeger was het alleen maar op de Zeedijk was het de bingo. En af en toe een presentatie van een queen. Maar verder niet zo heel erg veel. En nu komt het echt in mainstream, dus nu komt het echt in programma's. Zijn jullie klaar voor een nieuw seizoen Drag Race Holland? Yes, you're back in the house. Komt het op primetime op tv, komt het in films, heb je influencers, weet je wel, drag queens krijgen deals. Hi, it's me, Patagonia, a real-life homosexual. And today I'm here with the North Face. Het is nu echt gewoon een business. Dus eindelijk, na 11 jaar werken, komt er eindelijk een keer een soort van een moment waarop het ook leefbaar is en waardoor we er ook echt een beroep van kunnen maken.
Althans, het wordt nu wel weer, zeg maar, het is nu al wel weer een stukje minder dan vorig jaar. Those are the guys who get sexual kicks from dressing up in women's clothing and then go do drag queen story hour. Volwassen entertainment, het hoort bij het nachtleven. En je neemt je kind ook niet mee naar de kroeg. Yeah, I don't want a bunch of perverts, a bunch of weirdos reading children's books to my child, dressed in provocative ways. Drag queens die voorlezen aan kinderen. Het roept in de Menno-sfeer veel controverse op. Jimmy doet het nu een aantal jaar. Mijn voorlezen outfits, die hangen hier overal een beetje tussen. Bijvoorbeeld deze. Kijk. Kan je zien, is ook helemaal besteend van alles. Dus er glittert lekker op het podium. Dus daar kunnen die kids goed naar kijken. In 2015 wordt het voorlezen voor het eerst georganiseerd in San Francisco. Het initiatief waait ook over naar Nederland. Er waren eens twee koningen. Ik ga vandaag het allerleukste doen wat er is. Voorlezen voor kinderen. Het voorlezen roept direct weerstand op. Vooral in de Verenigde Staten zijn er groepen die zeggen dat kinderen op deze manier worden geseksualiseerd. En dat dit soort voorleesuurtjes zelfs een vorm van pedofilie zijn. Normaal als ik optreed in een club, dan heb ik een korset aan en dan heb ik nepheupen aan en borsten aan. Maar dat doe ik juist bij het voorlezen juist niet. En het zit gewoon allemaal vrij los om het zo seksloos mogelijk te maken eigenlijk. En gaat het ook over seks? Nee. Er gaat niks over seks. Nee, nul. De boodschap van de dag is dat het gewoon een mooie wereld moet zijn voor iedereen. En dat het dan leuker is voor iedereen. En that's it. Er zijn zoveel kindjes die zich niet kunnen identificeren met iets wat op tv is of iets wat in het dagelijks leven is. Die voelen zich gewoon een beetje een buitenstaander. En soms het enige wat die nodig hebben is gewoon even iemand zien die net als hun is. Nou, omdat ik zelf heb gemerkt wat het gebrek aan representatie met je doet. Ja, daarom denk ik op een zo impliciet mogelijke manier gewoon hele inclusieve verhalen vertellen. In de Verenigde Staten hebben de protesten grote gevolgen. De onrust leidt ertoe dat er in een aantal staten wetten worden ingevoerd die het optreden als drag queen beperkt. Just signed a bill that would restrict drag performances. Montana is now the first state to ban people dressed in drag from reading books to children at public venues. Maar toen jij dat in Amerika zag gebeuren, dacht je toen, oh, dat gebeurt hier niet. Ja, 100%. Bij ons ging het steeds beter. Iedere school en winkel en dingen wilden een voorleesuurtje. Totdat die tendens kwam en toen dat het naar Nederland werd overgewaaid. Met name is dat natuurlijk in april enorm misgegaan. In Rotterdam, dat was gewoon vreselijk wat daar gebeurde. We zien dat Nieuw-Rechts dit soort voorleesuurtjes ook in de Verenigde Staten gaat gaan targeten. In België, in Nederland. Hè. Dus in die zin, het is een format die bewezen heeft te werken en resoneren online. En ten tweede is de vorm van activisme die heel typerend is voor de identitaire beweging. De identitaire beweging is een rechtsextremistische stroming die zich ook tegen de voorleesuurtjes keert. Iko Mali doet onderzoek naar extreemrechts en hoe zij online bestaande netwerken gebruiken om hun gedachtegoed te verspreiden. Waarom richten ze zich dan zo specifiek op die drag queens? Omdat het heel duidelijk voorbeeld is. Zichtbaar? Het is zichtbaar. Het communiceert makkelijk online. Dat is één. En het tweede is terug ideologisch. Mannen moeten mannen zijn. Het is een soort trend op dit moment. Het is een heel populaire culture war, zal ik maar zeggen. Hè? Dat je nu zou ageren tegen die voorleesuurtjes. Een man die borsten laat zetten en zijn penis eraf laat snijden, die blijft een man. Bij ons hoeven jongetjes niet als meisje verkleed naar school. Deze opvattingen zijn binnen de Menno-sfeer wijdverspreid. Met name de extreemrechtse partijen richten zich tegen de voorlezende drag queens. Ze doen dat via een heel bewuste strategie, volgens Mali. De zogenoemde metapolitiek. Metapolitiek, de grote idee is, politiek komt voort uit cultuur. En dus als je aan die cultuur sleutelt, dan zal die politiek uiteindelijk ook gaan veranderen.
Dus wat je ziet met memes, met YouTube-filmpjes, influencer culture en zo verder. Of course, we are working metapolitically to ensure that talking points they come into the mainstream. Om ideeën te gaan propageren die later politiek effect zullen gaan hebben. Ze proberen eigenlijk zoveel mogelijk mensen te bereiken, die algoritmes ook te gaan bespelen, om die boodschap naar een zo breed mogelijk publiek te krijgen. En dus de ideale actie is een actie dat men bijvoorbeeld offline doet. Men doet een betoging, men doet meestal hele kleine, maar sensationele acties. Veel spandoeken, een beetje roepen en zo verder. Maar het belangrijkste is, het wordt gefilmd. Wordt mooi geëdit, wordt op Facebook, Instagram en alle andere media geplaatst. Stop de seksualisering van onze kinderen. Dat is onze boodschap hier vandaag in Rotterdam. Een voorbeeld van zo'n offline actie die online aandacht creëert, is het protest tegen het drag queen voorleesuurtje in Rotterdam. Ik had toevallig net de week daarvoor een post gedaan op mijn eigen social media van we gaan een drag queen voorleesuurtje doen. Daardoor werd het heel erg opgepakt door extreemrechtse mensen. Die gingen een soort petitie starten. Ook om die drag queen voorleesuurtjes te saboteren en te stopzetten, zeg maar. Op een gegeven moment hadden ze mijn hele Instagram afgescrolld. Zo van, ja, we weten waar je woont en in welke buurt je zit en we komen je halen en we slepen je achter een auto. We zullen je een handje helpen met je transitie. En toen werd het wel een ander verhaal, dus toen moest ik ook veel contact met de politie heb ik gehad. Toen moesten wij wel een tegendemonstratie oprichten, omdat er zoveel mensen weer ons wilden supporten vanuit onze community, zeg maar. De queer community komt met een paar honderd mensen bijeen om te demonstreren. Ze staan tegenover een paar extreemrechtse groeperingen en de jongerenafdeling van Forum voor Democratie. Hallo, wat gezellig. Hoi Rosie, ik ben Heisa. Hoi. Donnie houdt van gamen, voetbal en skaten en wilt op de bank met Benny keten. Maar het liefst heeft Donnie een prinsessenjurk aan. Pedofilie? Nee joh. Nee joh, doe normaal. Wat een onzin. Ja, ze zeggen het, hè, maar het is zo stom. Ik bedoel, we lezen hier boekjes voor kinderboekjes, voor kinderen. We doen glitters op. That's it. Laat de kinderen met rust! Dat is echt waarom ze daar staan. Zo te demonstreren tegen die pedofielen die voorlezen voor kinderen. Pedofielen. Dat vond ik wel echt heel heftig. Dat heeft me wel echt... ik heb daar echt van wakker gelegen. Mijn hart zat echt in mijn keel. Holy shit, wat bizar. Ik ga nu gewoon laten zien van we got this met z'n allen, ja. We hebben zo'n mooie connectie. We zijn zo liefdevol met elkaar, zo supportive. En dat is ook echt waarom we dit doen, zeg maar. Dus dat was wel echt zo van... Dit is gewoon echt aan de hand. Ik vond het doodeng. Gewoon met name omdat ik dan dacht... Ja, maar nu is het dus ook hier. Nu proberen ze het ook hier. Op sociale media lijkt het alsof duizenden mensen de straat op zullen gaan... om te demonstreren tegen het drag queen voorleesuurtje... Maar uiteindelijk zijn het er tientallen. Ja, dat zeg maar. Ja, kijk, dat geeft mij dan ook wel weer stof tot nadenken van... inderdaad, vinden zoveel mensen het ook wel echt zo'n probleem? Of wordt het een beetje gestuurd dat het zo'n probleem is? En dat zal onze boodschap zijn telkens wanneer perverten onze kinderen proberen te indoctrineren en te... Volgens Mali is er inderdaad sprake van sturing. Namelijk via die eerder genoemde metapolitieke strategie. Een van de mensen die hiervan gebruik zou maken is de Vlaming Dries van Langenhoven, die naar Rotterdam reist om zich aan te sluiten bij het protest. Dries van Langenhoven is bekend geworden met de oprichting van een clubje. Het clubje heet Schild en Vrienden. Mijn analyse is een identitair en dus is extreem rechts. Dat is eigenlijk zijn politieke positie. Waarom denkt u dat al die allochtonen zich alles kunnen permitteren? Hij heeft dat in Vlaanderen lang proberen
uit de schijnwerper te houden. En hij positioneerde zich ergens als rechtsconservatief. Dit is een invasie. Dat is gelukt totdat er een panelreportage was van de publieke omroep hier, die heel duidelijk maakte dat ze achter de schermen enorm horen antisemitische, racistische memes deelden. Ik wandel hier door het prachtige Brugge, het historische centrum van Brugge. En wat zie ik? Er heeft hier iemand een pedofiele vlag aan deze winkel gehangen. Van Langehoven richt zich al langer tegen de queer community. Maakt verschillende filmpjes over acties tegen drag queen voorleesuurtjes. Zoals deze video in Brugge. In this building, here in Bruges, some 50-year-old pervert dressed as a woman is speaking to little children about his sexual fantasies. We doen een heel kleine actie. We zijn met 10, 15, 20 mensen. Maar we creëren een veel grotere impact door het te filmen, te editen, online te posten. This is not teaching. This is indoctrination. This is grooming. En het is vol fake news, hè? Zoals altijd. Hè? Maar als je het filmpje gaat gaan bekijken, dan zie je of zou je denken dat ze geleerd worden om gay te zijn of om seksuele handelingen te doen en zo verder en zo verder. En uiteraard is dat een heel krachtig motief. Children should not be indoctrinated about anal sex. Toen ik dat las over die angst voor pedofilie, ging er bij mij wel een belletje rinkelen. Van dat heeft dan weer waarschijnlijk veel te maken met een complottheorie. Dus dat idee komt dan toch ook weer naar boven hier, bij die leesuurtjes. Dat wordt er toch nog eventjes bijgehaald. Die verbrokkelde manosfeer, dat extreemrechtse, die complottheorieën, dat ze toch allemaal een beetje informatie van elkaar overnemen. Het filmpje van deze actie wordt gedeeld via verschillende online kanalen. En het onderzoek van Mali blijkt dat ze het daarmee een enorme boost weten te geven. En je ziet dus dat die filmpjes dan opeens massaal gaan circuleren. Het is niet echt. Hè. Er is geen massabeweging, maar het wordt georganiseerd. Hè. Een pervert verkleed als vrouw tegen kleine kinderen over zijn seksuele fantasieën. Ja, wat moet je hiermee? Het is allemaal wat daar staat, het klopt gewoon niet. En die manipulatie is gevaarlijk. Want wat je doet, is je zet ons en drag queens neer als pedofielen. En wat doe je met pedofielen? Mensen worden daar boos voor. Maar pedofielen zijn als het ware een beetje vogelvrij. Omdat niemand wordt boos op jij als jij bijvoorbeeld zegt, nou, je doet pedofiel een klap voor zijn bek gegeven. De kindjes op school, die snappen dat niet. Dus draagt Donnie de jurken waar niemand het ziet. Je dehumaniseert ons, geeft een hele rare kijk op hoe het helemaal niet is. En vervolgens wordt die homohaat steeds groter. Je geeft daar een vrijbrief aan. Echt, stop ermee. Wie vindt de jurk mooi van Donnie? De blauwe met strikken. Wel mooi, hè? Ja, maar ik zie geen glitters. Nee, dat is jammer. Dat was nog wel een verbeterpuntje. Dat wat Van Langehoven zegt over drag queen voorleesuurtjes wordt op geen enkele wijze onderbouwd door feiten. Toch krijgt hij in de media de ruimte om dit verhaal te vertellen. Zoals hier bij de NOS tijdens het protest in Rotterdam. Dat is niet onschuldig. Op die manier indoctrineer je kinderen. Ik zou hem niet interviewen, nee. Want je weet dat hij daar staat om de denkbeelden van mensen te veranderen zonder basis. Het is geen issue. We hebben de kritiek voorgelegd aan de NOS en gevraagd waarom ze ervoor hebben gekozen om Van Langehoven aan het woord te laten. Maar we hebben geen reactie gekregen. Dat is de kracht van de massamedia nog altijd. Opeens wordt het, je hebt mensen die ervoor zijn, je hebt mensen die er tegen zijn. En dit is het debat waar we nu even moeten gaan over nadenken. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen van ja, maar het verzet zijn 15, 20 extreemrechtse rakkers die het niet gunnen dat iemand gelijke rechten heeft in een samenleving of dat eigenlijk een onschuldig iets zoals een sprookje voorlezen, dat doorgaat. Dit is een non-item, we gaan dat niet doen. Maar het wordt wel gedaan en het heeft effect. En dat effect is precies het doel van de metapolitiek die Van Langehoven bedrijft, zo blijkt uit Mali's onderzoek. Zorg dat je aandacht krijgt in de media en mensen over je ideeën praten. Zo bereikt zijn boodschap uiteindelijk ook de politiek.
kijken de sociale media van FVD maar eens op na. Het ene succesvolle metapolitieke project na het andere rolt daar van de band. Ik heb heel veel en goede contacten gehad met Geert Wilders en met zijn mensen. Maar je laat de kinderen die nog niet eens kunnen lezen en schrijven, dat je laat je toch niet op de basisschool dit soort gekkigheid in hun hoofd stoppen. Waar zijn we helemaal staan mee bezig? Dit is de woke-dictatuur. Dat de LHBTQI-gekte wordt gepropageerd. De overheid is steeds vaker activiteiten aan het organiseren, faciliteren, subsidiëren, die zich niet anders laten omschrijven dan de seksuele indoctrinatie van kinderen. En ik wil nu zeggen dat ik geen jongetje, maar een meisje ben. Wat is het? Morgen ben je een kameel, overmorgen een dromedaris. Eigenlijk worden queer mensen geweaponized nu voor een politieke strijd. Terwijl we gewoon mensen zijn en een menselijk bestaan willen, een menswaardig leven willen leiden. Ja, je bent constant bezig. Zeker met zo'n dag als dit. Wat zeg ik? Wat doe ik? Kinderen die willen me graag een knuffel geven. Maar ja, dat kan dan ook niet. Want ja, je moet maar net iemand ertussen hebben die er een foto van maakt. En dan ben jij weer het doelwit van. Monster is nog enger dan meester Ken heeft verteld. De boekingen zijn minder. De grotere bedrijven die ons vorig jaar voor alles wilden inzetten op dit gebied, zijn er dan mee gestopt vanwege de controverse en de angst voor demonstraties. Dus dan zie je dat zo'n actie gewoon wel werkt vanuit die kant. Ze beginnen natuurlijk hier. Dit is het makkelijkste. Weet je wel, iets met kinderen. Nou, oké, schrap, daar is iedereen tegen. Maar dan wordt het zo, kinderen mogen drag queens niet meer zien. Dus dan mag je niet meer in drag over straat. Of dan mag je niet meer in drag ergens zijn. Weet je wel, en dat is dan stap 2. Dat is dan heel erg. En dan voor mij is het mijn werk. Maar voor mensen, weet je, voor mensen die transgender zijn, is het een leven. Dat gaat er uiteindelijk aan bijdragen dat mensen veel rechter gaan stemmen en dat wij onze rechten verliezen en dat ik straks dat mijn gendergerelateerde zorg niet meer vergoed wordt of dat kinderen die genderproblematiek hebben daar minder in geholpen kunnen worden. Hi. Oh my god, ik heb volgende week gezien. Lieve schat, hallo. Ik ga naar een meeting van Transvisie. Oh ja. Ja. Wat voor meeting? Ja, gewoon transgender vrouwen. Dus, meestal hebben we het dan over dingen waar we eigenlijk zeg maar mee zitten in onze transitie. Merk het wel, ja. Ik ook al een keer echt verbaal helemaal verrot werd gescholden bijvoorbeeld. Maar wat me meest bijstaat is eigenlijk in de uurtjes na jouw optreden, is op een gegeven moment bij de vereniging DWH is vlag verbrand geweest. Ja. Dat was wel echt heel... Heel shocking. Het gaat je niet in de koude kleren zitten. Mm-hmm. En ook als zo'n vlag verbrand wordt, is echt een symbool voor dat ze ons iets willen aandoen, zeg maar. Onze vrijheid willen ontnemen. De mensen die we spreken blijven strijdbaar. Ondanks dat ze zich beperkt voelen in hun vrijheid. Zo wacht Jimmy voorlopig met het publiceren van zijn boek. En iedereen die ik heb laten zien is echt helemaal dol enthousiast. Het is een soort Harry Potter meets drag. Alleen ik ga het nu niet uitbrengen. Het heeft gewoon geen zin. Want ik ben gewoon veel te bang voor de reacties. Kinderen ermee brainwashen. Hou op, man. Pleur op met je pride, man. Kind moet kind blijven. En moet je niet gaan verwarren in het begin over genderneutraliteit. Ik ben laatst bij een demonstratie geweest tegen een voorleesuurtje aan hele jonge kinderen die door een drag queen werden. I'm saying there's a large contingent of men in the world who like the idea of the traditional masculine view of the world. Als zij zeg maar een leuke tijd hebben door trans mensen voor lul te zetten en het over ons te hebben en haat te zaaien over ons, dan denk ik ja, als dat voor jullie de masculiniteit is, ja, dan ben ik het er niet mee eens, tuurlijk. Maar als zij gewoon lekker hun ding willen doen en ik wil toch ook met mijn community zijn. Ja, het gaat gewoon om zeg maar het idee van andere mensen mogen niet zichzelf zijn. Ja, representatie is echt superbelangrijk. In de volgende aflevering onderzoeken we waarom we het meer over de problemen van jongens en mannen moeten hebben. A woman is always submitting to a man. Om de rechten van LHBTI'ers en vrouwen te beschermen.